maar even het volgende aan u voorhouden. Aan alle voorzitters van alle politieke partijen. Geachte voorzitters, hierbij deelt de voorzitter van het hoofdstembureau Paramaribo, de heer M. Nijkust, u mede, dat het hoofdstembureau vanwege de ontstaande COVID-19 situatie in het NIS uit veiligheidsoverwegingen heeft besloten de verkiezingswerkzaamheden te staken. In het verlengde hiervan zal er gewerkt worden aan het herstellen van de communicatie met het onafhankelijk kiesbureau, OKB. Het treffen van extra COVID-19 maatregelen en het veiligstellen van het personeel en de vertegenwoordigers van de politieke partijen in het NIS. Het hoofdstembureau is ervan overtuigd dat het OKB de instantie bij uitstek is die de uitslag van de verkiezingen bindend moet verklaren. Het is dus van eminent belang dat ook de observers van het OKB aanwezig zijn in het NIS bij het verwerken van de processenverbaal. Verder kan u medegedeeld worden dat extra COVID-19 maatregelen in het NIS zullen moeten worden getroffen, omdat er een COVID-besmette persoon gedurende meerdere dagen in het NIS aanwezig was. Wij zijn genoodzaakt een dag rust in te lassen, zodat we aan het bovenaangehaalde kunnen toepassen. Nadere berichten in zaken het hervatten van de werkzaamheden volgen. Ik hoop u opstandig te hebben geïnformeerd en zeg u bijvoorbeeld dank voor uw begrip. Hoogachtend de voorzitter van het hoofdstembureau Paramaribo, M. Nijkust. Wat wij willen mededelen aan iedereen die in NIS was, ook het publiek, ook de mensen die werkten, want de persoon heeft zich overal begeven. Het ministerie van Volksgezondheid zal aan u de nodige informatie geven hoe te handelen in welke situatie. We begrepen de bezorgdheid, toch? Ook sterkte aan collega Pinas, toch, die nu in het ziekenhuis ligt. Dus lieve mensen, alles komt goed, alles komt terecht. Toch, volg de instructies van het ministerie van Volksgezondheid. En dan gaan wij dan richting het spoedig afhandelen van de werkzaamheden. Zodat het hele land over kan gaan tot de orde van de dag.